Ja, dames en heren, de wedstrijd, de bekerwedstrijd moet ik zeggen, tussen LSC Leerdam en SVW is afgelopen. Het is 0-2 geworden. Trainer Emanuel Sluis, een klein beetje teleurstellend, denk ik, of niet? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dat is al een terechte nederlaag als je de wedstrijd bekeken hebt. Dus niet helemaal blij inderdaad. Nee, jullie konden aanvallend geen vuist maken. Het ging tot de 16 aardig, maar ja, ze moeten dat netje in. En ja, en een paar uitvallen van SVW werden goed afgestraft. Ja, nou ja, de twee tegendoepen waren natuurlijk geen uitvallen. Dat was, ik denk dat we gewoon slecht beginnen, het eerste kwartier. 10 minuten geloof ik al, dat wel is 0-1, 0-2. En daarna hebben we inderdaad geen vuist kunnen maken. Ik vond het onsamenhangend. Wel kansen creëren, maar tot de ene laatste paas heel slordig. Niet scherp voor de goal. En uiteindelijk dan krijgt SVW natuurlijk nog een aantal uitvallen, waarbij je zo nog maar 0-3 tegen kan krijgen. Ja, dat klopt, want Mounir die kreeg via dag het Mounir was nog een schitterende kans die op het las. Maar goed, jullie hebben het er ook gekregen, maar het was vandaag niet. Maar ja, als je kijkt in de competitie doe je natuurlijk fantastisch, hè? Ja, de competitie is een stuk beter inderdaad. Maar ik hoor mensen altijd zeggen van die beker en dan ben je er vanavond en dan kan je richten op de competitie. Maar dat vind ik dat gewoon compleet onzin. Want het zijn heerlijke wedstrijden om te spelen eigenlijk. En wat ik al zeg, ik vond SVW vandaag de wedstrijdmentaliteit hebben om een wedstrijd te winnen. Nee, maar ja, goed, je hebt van die wedstrijd tussen zitten, zeg ik altijd, Manuel. Dan wil het even niet. Ja, en dan kan je wel nog 2 uur voetballen, maar dan krijg je er ook nooit meer in, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Ik denk dat wij hadden ook zoiets van, je kunt nog 2-3 uur voetballen, maar we gaan niet scoren vandaag. Nee, dat klopt. Maar goed, en SV zijn ook, of, ja, SV zijn ook wel aardig te verdedigen, vond ik hoor. De achterhoede deed niet slecht van SV. Ja, we hebben ze ook te weinig, vind ik, onder druk gezet. Dus we hebben het te makkelijk gemaakt voor hun. Maar ja, misschien is het wel wat je zegt. Misschien is dit een keer zo'n wedstrijd waarbij het collectief falen is. Maar ik ben niet zo happy eigenlijk. Goed, je moet nou op van volgende week voor de volgende competitiewedstrijd. En dan kun je het er allemaal weer recht zetten, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Volgende week is natuurlijk, dan gaan we naar de kop lopen. Dus dan moet er iets anders voor de dag komen. Oké, Emanuel, ik wens je veel succes de komende competitie. En we komen elkaar zeker weer tegen. Ja, dankjewel. Goed dat je er was. Oké. Okay. Ja, trainer Roebel Liefde, allereerst gefeliciteerd. Ik denk ook een verdiende overwinning. Ja, was zeker een verdiende overwinning van ons. Wij hier in principe niks te winnen. Alles wat bij ons was voor ons meegenomen. Ik heb ook aan die jongens meegegeven. Ze maken dan een fout. Dan de keeper maakt dan een fout waar wij eruit kunnen scoren, maar dat is ook voetbal. Nee, klopt. Jullie straften het gelijk af. Hoewel die tweede een prachtig doelpunt was trouwens, dat schot. Maar jullie gaven ook weinig weg. Dat is het ook, ja. Wij gaven, als je bij ons kijkt in de competitie, geven we best wel veel goals weg. En ik ben wel tevreden hoe we vandaag met z'n allen als team stonden om zo min mogelijk kansen weg te geven en goals. Maar ja, we hebben geen goal weggegeven. Nee, en overigens kreeg je zelf nog de 3-0. Kreeg je bekend nog de kans? Ja, nog kans om 3-0 en volgens mij had je nog een kans om 4-0. Als je goed hebt, van Mounir nog kans nog en van Patrick nog een kans. Dus je had nog 200% kans om tot 4-0 te komen. Dus in principe ben ik wel tevreden over het spel wat we vandaag hebben laten zien. Ja, nou heb ik jullie twee keer gezien, tenminste achter elkaar nu, voor de competitie tegen GES. Vond ik een zeer onverdiende nederlaag. Speelden jullie ook goed. Nu zie ik jullie weer vandaag. Speel je weer goed. Maar ertussenin een paar wedstrijden dat minder was. Ja, het was zeker een paar minder wedstrijden. Maar het was ook niet dat we heel, ik vond dat we die wedstrijden zo goed speelden. Maar er zijn momenten in een wedstrijd die beslissend kunnen zijn voor ons. Er zijn details in de wedstrijden waar wij tegenaan lopen. Waar het ietsje minder gaat. En dan als we dan een goal tegen krijgen, dan die kopjes omlaag gaan. En daar moeten wij wel voor gaan waken. Ja. Ja, het is ook een leuk resultaat om op verder te bouwen nu, hè? Ja, zeker. Ik hoop dat het een steuntje in de rug is voor de jongens. En dat we aankomen dat op dinsdag en donderdag weer volop gaan trainen. En zaterdag weer een leuke pot op de wedstrijd op de markt kunnen zetten. Ja. Trainer, ik wens je veel succes de komende competitiewedstrijden. En geef dit een vervolg. Ja, zeker. Oké, bedankt.